Hey mensen, hier kijkt naar Spooky Zelf! En vandaag weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Wij hebben een geweldig huis gemaakt hier. Wij zijn nog steeds op zoek naar huis. Naar ons echte huis. Is het al veilig? Nee, het lijkt nog donker. Ik heb zo'n shader pack, dus ik zie het niet. We hebben wat spiders vermoord hier net. Oh, het wordt wel bijna licht. Nee, het wordt licht. Oké, nice. Oh, vleermuis. Dan ga ik dit ding afgraven. Als jij mij eventjes koffert, dat er niemand mij ineens een steek in de rug plaatst of zo. Oh, creeper! Godver! Jezus! Ik zei cover me! Gelukkig hebben ze geen creeper. Ja, ik zei cover me. Godverdomme, hij staat voor mijn neus. Ik begin te slaan en hij ontploft, man. Wanneer ik wil dat die beesten ontploffen, ontploffen ze niet. Gelukkig hebben we geen creeper damage en het is omdat deze hele server die heeft dat, omdat anders te veel kapot gaat. Misschien wel, het was wel misschien leuk geweest om het in survival wel te hebben, maar ja, het is nog steeds zo dodelijk als wat. Gaat naar creepers. Ik denk dat dit goed moet komen, Timo. We kunnen gaan. En we moeten ook snel gaan. Gaan met die banaan. Ik doe wel even zo. Vind ik netjes. Oké. Let's do this. Oh ja. Pak jij de deur weer? Ja, is goed. Oh fuck, dat moet ik niet doen. Au. Ronnie, blijf hier. Au. Sorry. Je loopt heel vaak in de weg. Ik loop nooit in de weg. Go, 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 go. Zo! Kom op, Tibo. We need a move. Oké. Okay. Nou, waar gaan we? Wow. Ja. We komen 100 keer dezelfde tempel tegen. Maar ja. Ik ga weer op gevoel, hoor. Ik ga gewoon weer op gevoel. Elke keer ga ik op gevoel. En, jij hebt niet de coördinaten erbij, hè? Nee. Tuurlijk niet. Ik weet al niet eens meer van die ene aflevering wat onze eigen coördinaten waren, dus... Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik ga gewoon hier dit keer langs. Hier zijn we nog niet geweest, dus... Ja. YOLO. Ja, het was dus water, hè? Vies vuil kutspel. Als je nou even die chunks laat, godverdomme. Zo. Oh. Sorry, dat kan ik dus echt niet tegen. Timo, die is een beetje homesick, volgens mij. Ja, ik heb mij mee. Ja, nou ben ik de show kwijt. Godverdomme! Timo, hier ben ik! Waar is hij hier? Hier! Daar! Ja, zie je. Timo, rustig. Timo wil graag naar huis. Ja, ik wil het ook, Timo, maar... Ik weet gewoon niet meer waar we zijn. Ik ga nu gewoon echt... proberen, ja. Een beetje kutten. Waar de hel ben ik nou weer? Van de boom. Hier, dat is een stukje blauwe wol, ja. Ja. Nou, dit kost ons heel veel tijd. En dan zien we het einde van... water. Het is alleen maar water hier, Timo. Nee. Water. We gaan gewoon door. Over de bomen. God. Oh, gelukkig kan ik in die bladeren stikken. Waar is ons huis? That's the question. Ik zit nog in een boom. Ik zit nog in een boom. Vieze vullen. Kut is al. Doodmes witte Ronnie, waar ben je, Timo? Ga je me niet fucking menen. Timo, waar ben je? Ik zie toch alleen maar fucking bomen. Ik ga maar naar de paten. Are you fucking kidding me? Timo, waar ben je? Ja, ben je het water, toch? Godverdomme, hé.
Met verdwalen zat, weet je dat? Welk water? Ik zwem lekker in het water. Maar ik zie jou niet eens bij het water. Oh, daar ben je, hè? Eerst al, spring in die kutboom zodat ik Sander kan zien. Oh. Timo, hou rechts van je! Ah. Bij het water! Oké. Koekje van eigen poep. Ja. Ja, volg je nog? Ja, ik volg nog. Oké. Ik zie daar weer bergen in ieder geval. Dus YOLO! Oh. Iets te veel YOLO. Oh, dank je! Ja. Je duwde mijn paard vooruit, dankjewel. Kan ik weer verder? Nee, dat deed niet, dat deed Ronnie. Oh. Ronnie, andere kant op! Oh. Luister nou eens, koppig ezel. Oh, nou, daar zie ik ook allemaal water. Dus we gaan gewoon hierheen. Zo, zie die berg hier. Water. Oh, de zon staat weer recht boven ons. We need to hurry. Maar ja, ga het maar eens vinden. Dit is echt onmogelijk voor mijn gevoel. Volgens mij gaan we alleen maar verder er vanaf of zo. Mm-hmm. Oh. Ja. Nou. Gaan we ook. Nee, dat weet ik wel zeker van niet. We kunnen dit. We kunnen dit, Tibo. Mijn gevoel zegt dat we hierheen moeten. Waar ben je nou? Van de berg af. Hier. Hallo. Mijn gevoel zegt gewoon dat we hierheen moeten. Auw! Hoe dan? Je viel van de berg. Oh. Dit is, lijkt net een huisje. Die vier kool, dat lijkt net op een... op een raampje, ja. Nou, ik weet niet waar ik heen gewoon, maar ik... Nu ga ik echt puur op gevoel. Ik ga puur op gevoel, ga ik hier zo langs. Timo, vertrouw je mij? Ja, ik heb het afgelopen dag ook gedaan, dus... Ja, dus dan hoor je juist geen vertrouwen meer te hebben. Tuurlijk, nee, dat bedoel ik dat ik vertrouwen in je heb, maar... Ik ben zelf het vertrouwen in het ooit terugvinden een beetje kwijt. Oké, dan ga ik het jou... Ik ga het gewoon vinden voor jou. Ik ga het vinden, speciaal voor jou. Oh god, hier moet ik niet op. Ja. En een boom, ja. Ik heb heimwee, ik wil naar huis. Kom goed, Timo, kom goed. Tanne. Komt goed. Ah! Gezondheid. Ik raak verkouden. Ik heb medicijnen nodig. We moeten naar huis. Ik zit weer vast hier. Waar ben je? Ja. Ik ben hier. Kom maar op, handen wel met lijken, man. Timo die raakt echt een beetje geïrriteerd van het niet thuis zijn. Ja, een gevoelig typetje. Gevoelig type, hè? Ja, Tim is gevoelig type. Gaat afreageren op die kip. Zo. Ah. Sorry, kip. Oh, Jezus, Timo, wat doe je? Jezus. Sorry. Oeh, hier is een spleet. Dat is wat ze zegt. Oh, volgens mij zijn we zo ver van huis nu, hè, Timo. Oh. Maar maakt niet uit, we gaan er gewoon voor. We gaan er gewoon voor. Op avontuur. We gaan op avontuur, ja. Wow. Wow, een roze schaap, man. Oeh. Dat je die random in het wild tegenkomt. Wow, ik viel bijna in het gaten. Ja, ik ook. Sorry, ik had je moeten waarschuwen, man. Geeft niet. Wee! Koeien. Koeien in mijn hert. Alleen maar koeien. Ah, referentiepunten zijn die er. Die zijn er misschien wel hoor, Timo. Ik heb misschien een referentiepunt. Ik hoop het. Als we na de Swamp Jungle zien. Daarachter. Ja.
Dan komt het goed. En de game staat stil en gaat weer verder. Maar dit komt niet goed. Want de swamp blijft maar doorgaan. En wat is daar dan allemaal? Swamp people. Imagine all the people. Oh, het is pure swamp hero. Wow. Zijn we allemaal beland? Ver van huis. Ver van huis. Op welke coördinaat zitten we nu dan, joh? Holy fucking moly. Zie dan waar we zijn, Timo. Wow. Jezus. Dat is huge. Dat is echt huge. Waar we zijn. Ach nee, de zon gaat alweer onder. God damn it. Dan weet je wat voor tijd het is. Yep. Oh ja, de zon gaat onder. Sander? Ja? Ben je? Hier. Ik ben er gewoon rechtdoor gegaan, steeds. Ja, ik zie je nou. Nu niet meer. Nu wel weer. Voor je. Echt recht voor je, jongens. Lol. Ja, hier goed zo. Recht voor je. Dat is 18. Waarom kijk je dan 18 als ik zeg voor je? Timo, rechts. Hallo. Jezus. Oh, jezus. Ik heb echt een slecht richtingsgevoel. Oh, man. Ik heb geen richtingsgevoel, zeg maar. Echt, hè? Auw! Lol. Een vliegende boom. Weet je dat dit het meest gevaarlijk is in het donker? Wauw. Ja, vind het gek. Zoveel bomen en al die creepers en shit. Dat is toch nooit, kan nooit goed zijn. Hoe gaan we overnachten? Ik weet zeker dat ze nu komen. We moeten toch weer overnachten, Timo. Ja. Ja. Nou, ons ingraven dan maar. In die... In die muur daar? Ja. Ja, goed plan. Koffer jij mij? Als de... shit niet wegloopt. Ja, zorg ervoor dat mijn paard niet wegloopt. Oh, jongens, jongens, jongens. Weten jullie het nog? Ik weet het niet meer. We hadden ook echt een kompas of een map moeten meenemen. Oh, ik schrik me dood. Volgens mij heb je geen map. Jawel, je kan een map maken, jongen. Een kompas wel, man. Je kan een map maken. En dan overal waar je heen loopt, komt op die map te staan. Je hebt geen map, zegt hij nog. Natuurlijk heb je een map in Minecraft. Ik weet het ook allemaal niet meer. Oh shit, ik loop me zwaar te fucken. Nog iets breder maken. Ja, nog iets breder. We zijn in ieder geval weer een heel ander territorium, Timo. En wie weet komen we ooit ons huis weer tegen. Of wel iets anders leuks. Wie weet komen we wel iets anders leuks tegen. Oké, breng die paarden naar binnen, want het wordt nu wel gevaarlijk. Au. Kan jij een deur maken? Ik heb die deur nog. Oké. Nou, we zijn weer aan het overnachten. We zijn weer aan het overnachten en de volgende keer gaan we weer verder. Ik hoop dat het goed komt. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Druk op dat duimpje omhoog en tot de volgende aflevering. Doei. Oh man. Later. Oh man. Paard zit me zo aan te kijken, jongen. Ja, zo van, ik wil naar huis. Ik wil ook naar huis.